De tijd van onbezorgdheid is voorbij. Vandaag begint de lange weg naar morgen. De dromen komen als een vlinder vrij. Niet langer in geborgenheid verborgen. Slechte tijden, een dag die als een nacht verschijnt. Goede tijden, slechte tijden, liefde leidt je tot het eind. Goede tijden, slechte tijden, nee het leven spaart je niet. Goede tijden, slechte tijden, soms geluk en soms verdriet. Daniel. Nog gefeliciteerd, man. Iedereen heeft het over het grote simultaanschaaktoernooi van jullie. Mm-hmm. Heb je een hoop geld binnengehaald? Nou, pas als ik het geld echt binnen heb, dan hoor je mij niet meer klagen. Nou, niet zo pessimistisch. Wil je wat van me drinken? Nee, dank je. Neem maar iets op mijn rekening. Je hebt tenslotte ook iets te vieren. Hoezo, wat? Heb ik het niet verteld? Nee? Ah, zeker vergeten alle drukte. Jullie hebben het contract voor de verbouwing van het opvangcentrum. Wat? Ja, tenminste, als je beschikbaar bent en als je iets zwaarder hebt, dan kan ik niet. Ja, wat denk jij nou? Want gek! Shit, man, ik kan niet geloven. Echt? Kom ik toch weer in het opvangcentrum te werken? Ja. Zo zie je maar, hè. Er is een tijd van gaan en een tijd van komen. Mm-hmm. Trouwens, nu ik het er toch over heb, voor mij is het tijd gekomen om te gaan. Nou, gezellig. Ik zie je nog, hè? Ja. Hé, hey, Daniel. Ja? Bedankt. Ja, is al goed. Werd hij weer weggelokt door de noodkreten van de behoeftigen? Hè? Waarom heeft hij zo'n haast? Over 10 minuten zijn de behoeftigen nog steeds behoeftig. Welzijnstypes, bah. Vraag me af of hij werkelijk weet wat welzijn betekent. Wat zit jou opeens dwars? Niks. Wat is er nou mis met Daniel? Helemaal niks. Maar ik heb vroeger nogal wat met maatschappelijk werks te maken gehad. Oh, nou, als je denkt dat je het nou over Daniel hebt, dan heb je het volledig mis. Hij is net zoals de ander. Oh, ja? Ken jij die ander? Ik weet hoe ze andere mensen kunnen vernederen. Ze. Ik weet niet wie jouw ze zijn, maar zo is Daniel dus duidelijk niet. Nee, hij geeft kinderen juist heel erg het gevoel dat ze iets waard zijn. Ik hoor het al, Peter. Je hebt je ook al laten inpakken door zijn mooie praatjes, hè? Wat is er nou voor gelul? En misschien wil je hier even over nadenken. Dit welzijnstype waar jij zo'n hekel aan hebt, is toevallig wel ingeslaagd om Jan Henk en mij de eerste echt grote klus te geven. Huh? Ja. Ik hoop dat je het niet erg vindt, maar ik ben zo vrij geweest vast te bestellen. Zo zie je maar weer. Een goede zakenman weet wat zijn klanten willen. Ik hoop dat je zin hebt in een glaasje champagne. Gaat wel, ik doe wel mee. Oké, nu wat betreft onze campagne. Je zei aan de telefoon dat je iets met me wilde bespreken. De notitie die je ons hebt toegestuurd was erg kort. Ik weet dat het weinig tijd is, maar ik zou jullie willen vragen ons meer details te geven. Ja, dat is een probleem. Ik moet zo naar een conferentie, dus ik heb even weinig tijd. Maar Suzanne weet alles van het product en van onze plannen. Kun jij Frits helpen? Ik weet niet of ik zo lang gemist kan worden op mijn werk. Oh, dat regel ik wel. Dat lijkt me niet zo'n probleem. Ik bedoel, zou je het voor me willen doen? Ik weet dat het veel gevraagd is, maar... Ja. Tuurlijk. Mooi zo. Dat is dan geregeld. Ik neem aan dat jij er geen bezwaar tegen hebt als Suzanne je helpt. Integendeel. Ik verheug me erop om weer met je samen te werken. Prima. Nou,
Volgens mij zijn jullie een goed team. Cheers. Cheers. Wat is er nou toch misgegaan? Weet ik veel. Ik leef van dag tot dag en verder zie ik wel. Het probleem is dat al mijn dagen hetzelfde zijn. Steeds dezelfde mensen, steeds dezelfde geklets aan mijn hoofd. Ik wil iets totaal anders dan al die bekende koppen met een bekende gezeur. Je hebt Linda nou toch? Dat was wat je wilde. Ja, niet zo. In New York leek het allemaal zo eenvoudig. Ik moest daar snel zien weg te komen. Dan moest ik een baan en een huis zien te vinden en dan zou de rest vanzelf gaan. Ja, Arnie. Je hebt je eigen bedje opgemaakt en dan zou je erin moeten liggen ook. Hè? Ja, zolang Linda naast me ligt zal dat wel gaan. Heb jij nooit het gevoel dat je iets mist? Dat je iemand mist? Jawel, maar ik praat er niet over. Dat maakt het een stuk makkelijker. Al die plannen, joh. Plannen? Ja, toen we nog op school zaten. We wisten precies dat het allemaal geweldig zou worden. Dat we konden doen wat we wilden. Viel tegen, hè? Maar had ik echt zoveel plannen? Ik moet een baan zien te vinden. Ja, dat zei je wel, ja. Ja, voor jou is makkelijk praten. Jij hebt al een baan. Ja. En wat voor een? Van de ene klus naar de andere rennen. Als het tenminste wat is. Nee. Dan op jouw goede baan. Want ik hoop dat je er een vindt. En op jouw liefdesleven. Ik hoop dat jij er een vindt. Voor hoe lang moet ik eigenlijk naar die mevrouw Helming? Een paar dagen. En is ze net dan weer thuis? Dat hoop ik. Je gaat dat toch niet meenemen? Jawel, want ik heb het vaak nodig. Nee, dat kan wel wachten. En bovendien, je kan het beter hier laten. Mevrouw Helming heeft genoeg woordenboeken en die mag je best gebruiken. Ben je zover? Ja. Zo. Kun je iets moois voor Annette kopen? Ah, dat is lief van je. Heb je alles? Boeken voor school? Gymspullen? Oh, mijn voetbalschoenen. Ik ga ze wel even halen. Oké. Hoe is het met haar? Redelijk. Ik heb je vervanger gebeld. Hij kan morgen beginnen. Oh, fijn. Dank je. Komt het weer goed met Annette? Ja. Ik hoop het. Kom, Melvin. We kunnen mevrouw Helming niet langer laten wachten. Trouwens. We brengen Melvin spullen alvast naar de auto. Kan ik iets voor je doen? Nee. Ik kan de klok niet terugdraaien, hoe graag ik dat ook zou willen. Maar ik wil dat je weet dat ik er ben als je me nodig hebt. Ik hou heel veel van jullie allebei. Het is nou geen ordinaire afpersingszaak meer. Het is veel erger. Maar denk je dat Annette's ongeluk gepland is? Ja, daar lijkt het wel op. Maar waarom? Geen idee. Maar het is gebeurd en het wordt nou tijd dat wij eens iets gaan ondernemen. Ja, wat? Wat we al veel eerder hadden moeten doen, naar de politie gaan. Nee, we hadden afgesproken dat we dat niet... Ik ken de bezwaren. Ik zie er zelf ook tegen op om te gaan. Maar er zit niks anders op. Het is nu een poging tot moord. Simon en Annette zijn net zoveel familie van me als mijn eigen familie. En er is niets wat ik niet zou willen doen om het beest wat dit gedaan heeft te vinden. En ik heb Suzanne gebeld en zij is ook bereid om naar de politie te stappen. En jij? Je weet dat je de brieven zult moeten laten zien. Ze zullen vragen stellen. Het kan pijnlijk worden. Ja, dat weet ik. Goed. Ik ga mee. Jullie kunnen op me rekenen. Ik heb je lievelingsbloemen meegenomen. Ik dacht dat je misschien zou... Simon, we hebben elkaar nog. Ik hou van je en je houdt van mij. En dat is het allerbelangrijkste. Niemand kan ons dat afpakken. Maar waarom? Waarom gebeurt iets? Ik weet het niet.
dingen gebeuren en soms heb je er geen invloed op. Het is gewoon niet eerlijk. Ik heb je nodig, Sien. We hebben elkaar nog. En we kunnen het alsnog proberen. Er is niets onherroepelijks gebeurd. En de dokter zei me dat ik nog steeds kinderen kan krijgen. Niks onherroepelijks, hoe kun je dat nou zeggen? We hebben ons kind verloren voor altijd. We moeten nu verder, ja? We kunnen niet anders. Zoveel. Zo ontzettend veel. Ja, ik heb geen tijd gehad om de tafel te dekken. Maar er is brood. Ach, je weet alles wel te vinden, hè? Neem ik aan. Ja, het maakt niet uit. Ik had toch geen honger. Goed. Vind je het wel leuk op de universiteit? Ja hoor. Ik houd me van de straat. Ik vind je eigenlijk helemaal geen type om medicijnen te studeren. Ach goed, ja, waar is iemand wel het type voor en bestaat zoiets wel? Ben jij nou zo'n typisch fotomodel? Toch beter geworden. Met geld, dure kleren, beroemdheid, jetsetfeestjes. Dat lijkt allemaal zo. Ik bedoel, het is eigenlijk veel gewoner in de praktijk is het allemaal heel normaal en zo. Zeker wel hard werken, hè? Valt wel mee, dat hoort erbij. Nou, oh, pardon. Sorry, ik zit je in de weg. Wel nee. Nou, tot vanavond en veel plezier. Plezier? Wat is dat eigenlijk? Rustig nou maar, Simon. We weten het niet zeker. Het is puur speculatief. We hadden het niet moeten zeggen. Iemand heeft haar net naar het park gelokt om haar daar te... God, het kan niet. Het kan gewoon niet. Jezelf kwellen door het steeds te herhalen heeft geen zin. En maar wie kan er nou in staat zijn tot zoiets ziek, zoiets waanzinnigs? Maar daar zullen we snel genoeg achterkomen. De politie zal de dader wel vinden. Politie? Je hebt toch geen schijn van kans? Dacht je dat zij een motief hiervoor kunnen bedenken? Nou, ik weet zeker van niet. En wie van jullie wilde naar de politie gaan met zijn brieven? Hm? Je onderschat onze vriendschap voor jullie. Ja, wat heeft vriendschap er nou in godsnaam... Nee, je kunt niet... Nee, je gaat te toch niet... Te laat. We zijn al bij de politie geweest. Daniel, Cosi, Suzanne en ik. Iedereen? Iedereen, behalve Rien en jij. We kunnen niet toestaan dat degene die dit gedaan heeft straffeloos blijft rondlopen. Maar je weet wat dat betekent voor ons allemaal als iedereen mee te maken krijgt. Het geroddel zal niet van de lucht zijn. Ja, dan moeten we dan maar leren leven. Hm? Ik heb tijd nodig om na te denken. Jenny heeft een vervanger voor je geregeld. Het is beter dat je nu wat gaat rusten. Nee. Jawel, Simon. Iedereen heeft slaap nodig, zelfs zo'n eigenwijs figuur als jij. Ja, ik ga ook wel slapen, maar nu niet. Ja, maar... Nu wil ik nadenken. Moet niet één van ons bij hem blijven? Nou, ik denk dat het beter is dat we hem maar even alleen laten. Maar hij weet nu dat de politie eraan werkt. Misschien stelt dat hem een beetje gerust. Ik hoop het. Het zou vervelend zijn als hij iets stoms gaat doen. Zoals wat? Het zal niet de eerste zijn die in overspannen toestand gewelddadig wordt. Tegen zichzelf. Of tegen wie dan ook. Wat een ramp van een film, hè? Dat ze zoiets nog durven uitzenden en dan nog in zwart-wit ook. Dan kijk je toch niet? Het ziet er wel ingewikkeld uit. Valt best mee, hoor. Als je maar weet wat waar staat. Ik heb altijd al een hekel gehad aan rekenen. Oh ja, ieder zijn heug. Vermeug. Heug? Ja, zo is het maar net. Weet je, ik heb echt zin om weer aan het werk te gaan. Dat kan ik me voorstellen. Ik hoop dat ik wat modellenwerk kan vinden. Daar ben ik tenminste goed in. Jij kent toch veel mensen? Weet jij net iets voor me? Lieve schat, de enige keer dat ik ooit met mode te maken heb, is als ik een nieuwe spijkerbroek moet kopen. Kan je echt niet helpen. Ik ben helemaal niet thuis in dat wereldje. Jij kent toch zelf een heleboel mensen? En zou Arnie niet iets voor je zoeken? Je kunt beter met hem praten, denk ik. Ja, hij is ook bezig. Hij zoekt al werk voor zichzelf en een huis. Nou ja, laten we maar hopen dat hij iets vindt, hè. Helen Helmink, ben jij het echt? Gerard, dat is lang geleden. 10 jaar.
Het moet nu 10 jaar zijn. Nee, meer. 12. Nou, meer in de richting van 15. Oh, wat leuk om jou weer te zien. Sorry dat ik je zo aan zat te staren, maar je ziet er ook zo fantastisch uit. En je bent nog helemaal niets veranderd. Je bent nog geen dag ouder geworden. Kom. De spiegel vertelt me wat anders. Maar ik hoor natuurlijk liever jou. Ga zitten alsjeblieft. Wil je koffie? Ja, graag. Mag ik 2 koffie? Het is wel een weinig romantische plaats om elkaar weer te ontmoeten. Valt toch wel mee? Beter dan bij de supermarkt of in de wachtkamer van de geriatrist. De oudheidkundige. Ja. Dat komt nog wel. Wat doe je tegenwoordig? Zit je nog steeds in het onderwijs? Nee, niet meer, maar ik werk nog wel steeds met jongeren. Ah. En jij? Geef jij nog steeds les? Ja, maar nu aan de universiteit. Oh. Ik heb de pubers en de ordeproblemen achter me gelaten, godzijdank. Universiteit, welk vak? Middeleeuwse geschiedenis. Oh. Ik geef momenteel geen colleges, ik heb een sabbatical. Ik ben wat materiaal aan het verzamelen voor een paar artikelen. Ik ben net terug uit Oxford. Nou ja, dat is niet te geloven, Je wilt toch niet zeggen dat jij daar ook was? Ja, nog niet zo lang geleden. Ik zat in Londen en toen ben ik een paar keer naar Oxford geweest. We hadden elkaar wel tegen het lijf kunnen lopen. In een onromantische plaats als deze. Zeg, en hoe is het met je geheugen? Ook nog steeds van hetzelfde kaliber? Hoe bedoel je? Ik kan me niet herinneren. Dat bedoel ik. Hetzelfde dus. Zeg, ik zal je even mijn adres geven, voordat ik het vergeet. Oh ja, dank je. Ja. Anita wordt elke keer weer razend als ik weer eens iets niet kan vinden. Anita, je dochtertje? Nou, dochtertje. Ze is 17 nu. Ja, maar ze is nog mooier dan vroeger. Je zou er eens moeten zien. Ik zou het leuk vinden als jullie elkaar zouden ontmoeten. Ja, dat zou ik ook heel leuk vinden. Nou goed. Alsjeblieft. Dankjewel. Maar laat je door haar niet intimideren, hè? Ze heeft een tongetje zo scherp als een mes. Ze was mijn grote steun en toeverlaat sinds Evelien's dood. Ja, ik heb de advertentie gezien. Het spijt me voor je. Ja. En jij? Ben jij ooit getrouwd? Nee, het is er niet van gekomen. Dat verbaast me. Was niemand goed genoeg? Zoiets. Vooruit, vertel op. Waarom ben jij niet getrouwd? Waarom zou ik wel getrouwd zijn? Een tegenvraag is geen antwoord. Toe, vertel op. Er valt niets te vertellen. Ik ben niet getrouwd omdat ik er geen zin in had. Punt uit. Ik vond het leuk je te ontmoeten en ik hoop dat we elkaar nog een keer zullen zien. Oh, zeker. Je hoort van mij. Ik vond het ook heel prettig om je weer ontmoet te hebben. Ik ook. Zijn been is vrijwel zo goed als het was. Ja, hij loopt goed. Goed zo. Hij mag je graag. Ja, dat heeft lang geduurd. In het begin had hij de pest aan me. Misschien kwam het door het been. Paarden lijken meer op mensen dan je denkt. Hey. Als jij pijn hebt, ben je ook niet op je vriendelijkst. Ik laat hem wat rondstappen. Dat is goed voor hem. Klopt. Ik ben in de achterste stal voor als je me zoekt. Oké, dag. Doei. Zo, dus jij lijkt op een mens. Nou, misschien heeft hij gelijk. Wij zijn vrienden, hè? Jij bent de enige vriend die ik nog heb. En mijn Driesen met al het geld en de rijke pa. Ze heeft niemand behalve jou. Hoe voel je? Heb je zin in een ritje? Vast wel. Als jij zegt dat Daniel aardig is, dan geloof ik je. Is het nou weer goed? Ja hoor. Ik snap alleen nog steeds niet waarom jij nou zo uitviel. Dat heb ik je proberen te vertellen. Het ging om mensen van maatschappelijk werk, hoe ze mijn vader behandelden. Maar goed, laten we het over iets anders hebben. Wat zijn de arbeidszaken voor mensen? Jeff en Karin? Hoezo? Waarom wil jij dat weten? Hij belde me vanmorgen en nodigde mij en Jan Henk uit om bij ze te komen eten. Maar hoe zijn ze eigenlijk? Het enige dat ik weet is dat hij van voetbal houdt en dat Jan Henk hem heel geschikt vindt. Maar van haar weet ik niks. Nou, je ziet ze vanavond, hè? Nee,
Ik denk dat je ze heel aardig zou vinden. Jeff is een klein beetje ouderwets, maar Karin is een heel lief mens. Ik zie er nogal tegenop om met mensen te gaan eten die ik totaal niet ken. Waar moet ik het in godsnaam over hebben? Dat gaat toch vanzelf? Je gaat er gewoon naartoe en dan zal je merken dat je voor niks druk loopt te maken. Denk je? Ja, dat zeg ik toch. Hou eens op. Gerard? Ik heb weinig tijd, want ik sta dubbel geparkeerd. Maar ik wilde je vragen of je zin hebt om vanavond met mij te gaan naar een diner bij Roel van Malsen. Je kent hem nog wel. Roel? Ja, een grote kerel. Je weet wel. Hoofddocent bij antropologie. Om 8:00. Kan je? Nee, het spijt me. Het komt ontzettend slecht uit. Ja, ik heb vreselijk veel te doen. Ik vind het echt heel leuk dat je me vraagt, hoor. Maar het kan niet, helaas. Hallo. Oh. Ja. Gerard, dit is Melvin. Melvin, dit is Gerard Dendermonde. Melvin. Melvin? Ja. Ik ga vast naar beneden, want Jan Henk komt me ophalen om te gaan bowlen. Oké. Dag. Dag. Wie is hij? Oh, dat is de zoon van een vriendin van me. Hij logeert een paar dagen bij me. Vandaar ook dat ik niet kan. Je omringt je nog steeds met jonge mensen, hè? Vandaar dat je er zelf ook nog zo jong uitziet, denk ik. Hey. Dag. Hallo. Weet jij misschien waar Bravour is, het paard van Emma? Dat zou ik ook wel willen weten. Hij was een 30 minuten geleden nog hier. Ik hoop niet dat je vriendin met hem aan het rijden is. Emma. Nee, dat zou ze nooit doen. Ze weet toch dat het nog niet mag? Ik weet niet of zij dat weet. Kijk, ze liet hem lopen en dat ging goed. Maar het is nog lang niet goed genoeg om met hem te gaan rijden. Oh, nee. Laten we kijken waar ze is. Nou, hey, kom mee. Wat wil je dat ik doe? Dat je met mevrouw van Katerbrugge praat. Jij kan het beter uitleggen dan ik. Iedereen luistert naar je. Ja, behalve degene die naar me moet luisteren. Ja. Maar goed, ik doe het. Ah, mooi. Bedankt. Ik wist wel dat je het zou doen. Weet je, mevrouw van Katerbrugge geeft heel veel om Christy. En ze vindt het vreselijk dat ze niet meer voor haar kan zorgen nu ze zo ziek is. Hmm. En ze weet dat Christy naar het huis zal moeten? Ja, dat is het juist. Ze weet niet hoe dat toe gaat en ze is bang dat Christy in een of andere inrichting geplaatst wordt. Hmm. Maar als jij nou vertelt hoe het er echt toe gaat, zoals je het mij vertelt, hoeft ze geen zorgen te maken. Oké. Nou, laten we gaan. We willen onze klanten toch niet te lang laten wachten, hè? Maar jij? Nee. Uit. Het ziet er helemaal niet goed uit. Hé, Dian komt.